De regering zal binnenkort een groot aantal aquaponische en hydroponische tuinen bouwen in verschillende delen van het land. Dit heeft president Desi Bouterse gisteren toegezegd tijdens een werkbezoek aan Criola in Saramacca. Het landbouwbedrijf is onlangs gestart op Apura en wordt uitgebreid naar overige gebieden in het land. Deze tuinen worden alleen op scholen gebouwd. President Bouterse is daarom naar Saramacca afgereisd om onder andere dit voorstel verder te bespreken met de plaatselijke gemeenschap. De president is ervan overtuigd dat hiermee een gezond voedingspatroon gestimuleerd wordt. Ik ben naar verschillende scholen geweest, maar je ziet de betrokkenheid van de leerkrachten. Je ziet hoe de leerlingen op een heel andere manier met elkaar omgaan wanneer ze samen aan zo'n project werken. En bovenal maken we een begin voor duurzame ontwikkeling en een begin dat onze kinderen geen pesticiden en andere stoffen in hun lichaam krijgen. Mag ik u namens de hele Surinaamse gemeenschap bedanken, want je longer of je lotte delera. Borobobondo, Saramacca, Marwina, Alaprezi. We gaan ervoor zorgen. We beginnen bij de boobies, bij de jongeren. Kortom. Nou, air dat ik is aan ondersteuning en dan volgen we zo snel. We change die praxerie is de bagana naar het bestuur. En we zijn hier om samen met u dingen te doen. We gaan geen koude bergen beloven. Helmond Proeven, coördinator van dit project. Hij is zeer onder de indruk van het enthousiasme van de bewoners van Criola. Hij zal enkele mensen van Criola trainen in hoe ze de tuinen moeten onderhouden. Saulu et Duno, Ulu et Pran, aquaponics systeem, Peta Pran door middel van visie. Je kan ook combineren of kippen zetten op je vijver. En wat er dat je weer gebruikt door middel van een circulatiesysteem om te planten. Dus, June Prana Santi Moro. Santi, Neko, aan de pas op planten. Of met stenen, grind, of we planten met hydroponics. Dat is een nieuwe technologie. En trouwens, dat is een hydroponics systeem, perleis van de brand digitaal. Dus je naar die haren van Nodu, in haar tabu van Nodu, in haar goot, brokotang aan de agron. Met 2 metertjes leren we je digitaal planten. En meteen al succes, een president zijn ook naar Pura. En binnen Tudi, we bouwen samen met de lokale mannen, we maken van een modern tuin, kast die als schooljeugd naar de bevolking. En we hebben een verrassing. Een volgende kast is ik kom daarna als score. En dat was dus Helmond Proeven. Hij is coördinator van de aquaponische en hydroponische schooltuinen die landelijk gebouwd zullen worden door de regering. Hij is, net als president Desi Bouterse, zeer lovend over dit project.